Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van de Soestdijkse Kade, nummertje 834. Een zeer ruim, bijna 115 vierkante meter, dubbel bovenhuis. Moet wat aan gebeuren, maar wel enorm veel ruimte en de prijs is daar ook op afgestemd. We zijn vandaag weer voor de derde keer deze week op de Soestdijkse Kade, maar dit keer tegenover het Zuiderpark. Ik ga jullie eerst even het buiten een klein stukje laten zien. Aan de overzijde een gezellige buurman met een leuk tuintje. En het Zuiderpark, het mooie groene Zuiderpark aan de overzijde. Dit komt weer wederom een dubbel bovenhuis. Wederom op de Soestdijkse Kade. Maar dat is natuurlijk ook een hele lange kade met heel veel woonhuizen. Maar het is leuk dat we een groot aantal van die woningen bij ons in de verkoop staan. We gaan twee appartementen. Het is een dubbel bovenhuis. Je ziet de borden al hangen. Op de Soestdijkse Kade bekijken. Stukje tegenover de woonarken. Soestdijkse Kade is betaald parkeren vanaf 6 uur. Uiteraard heb je als eigenaar van een woning heb je een parkeervergunning. En ook voor je gasten heb je een parkeerpas, zodat je die kan aanmelden, zodat ze niet hoeven te betalen. We gaan met de trap, zogenaamd Haagsportiek, gaan we naar de eerste etage. En dan komen we uit bij huisnummertje 834. Ik moet de trappen wel wat langzaam nemen. Mijn heup is inmiddels goed hersteld, maar de conditie die is er nog niet. We zijn thuis. En van deze plek, ja, daar valt echt een heel leuk thuis van te maken. Het is zeer ruim. Er moet wel wat aan gebeuren. Maar ja, de ruimte en het uitzicht is fantastisch. We beginnen even hier in een klein portaaltje. Daar zit ook de meterkast. 6 groepen, aardlekschakelaar. Goede plek om schoenen etc. op te bergen. Nou, dan gaan we hierna met de trap naar boven. Schrik niet, want dat is gelijk de trap helemaal naar boven. Het zijn een aantal tredes en dan kom je op de eerste etage. Met een zeer ruime woonkamer. Half open keuken in de hoek. Toilet. En dan gaan we strakjes met deze trap naar boven. Dan komen we bij 3 slaapkamers, bergruimte, grote badkamer. Dus dit is de trap naar de tweede etage. En we zijn net binnengekomen via deze trap op de eerste etage. Nou, lekker veel licht overal, overal van die ramen. Kunststof dubbel glas. Dus dat is wel heel fijn. Deurtelefoon. Op de eerste etage ligt een pakketvloer. Ik denk op het moment dat je deze zou schuren dat het echt een mooie vloer is. Ik denk dat het kan. En dan komen we dus in een hele ruime woonkamer. Met fantastisch uitzicht. Dat is echt een plaatje. Het water van de Soestdijkse Kade. En het groene Zuiderpark aan de overkant. Helaas geen parkpop meer, maar wel diverse andere feesten en uiteraard sportvoorzieningen. Ja, dat is toch een prachtig uitzicht. Enorme woonkamer. Die is een geheel voorzien dus van die pakketvloer. We hebben een actieve vereniging van eigenaren. Bijdrage is €50 per maand. Het is 1/4 aandeel. We hebben wel te maken met erfpacht. Ja, dat hebben we bij veel huizen hier in Den Haag.
Nette keuken. Overtje. Afzuigkap. Grote koelkast. Daaronder de vriezer. Dus veel kastruimte. Zo te zien een combi-magnetron. Klein balkonnetje. Dat is natuurlijk wel lekker op het moment dat je aan het koken bent. Als je lekker je deur open kan doen. Hier in dat zijstraatje hierachter kom je bij een leuke speeltuin. Dus ook voor de kinderen is het een prima plek. We gaan vandaag starten met een groot aantal bezichtigingen. De brochures die liggen alweer klaar. Maar ik ben hier aanstaande zaterdag nog een keer. Dus mocht u naar aanleiding van deze live video de woning ook willen bekijken, neem dan even contact op met het kantoor 070-448-3150. Ik herhaal 070-448-3150. En dan hebben we ongetwijfeld aanstaande zaterdag nog wel een tijdslot beschikbaar om gezellig langs te komen. Er zit wel wat werk in het huis, maar het is ook wel te overzien. Het is gewoon vooral lekker veel schilderen doen. Tuurlijk, het toiletje zou wat moderner kunnen. Maar ja, je kan ook zeggen van ja, het kan nog prima door. De ruimte is in ieder geval enorm. We gaan met de trap naar boven. Dan gaan we uitkomen bij 3 slaapkamers. En een tussenruimte met berging. Ik denk dat we hier bij de grootste slaapkamer uitkomen. Dit is aan de voorzijde gelegen. Met uitzicht ook weer op dat Zuiderpark. En hoe hoger we komen, hoe mooier het uitzicht wordt. Voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Ik moet wel zeggen, 's avonds is het hier wel iets drukker. Goede ruime kamer. Strakke plafond, strakke muren. Tweede slaapkamer. En een wat kleiner raam. Er zit wel wat werk in het huis, maar dat komt vooral omdat het zo groot is. Ja, en hoe groter het is, hoe meer werk erin zit. Nou, ik denk dat gecreëerd is om nog wat extra bergruimte te creëren. Ik zou het er zelf uithalen, vooral voor het licht. Dat dakraam is fantastisch. Derde slaapkamer. Goed van formaat. De behang heeft zijn laatste tijd gehad. Mooi uitzicht over Den Haag. De woning is voorzien van centrale verwarming. Die hebben ze hier geplaatst. Voor mijn gevoel 2016. Op de website staan een uitgebreide brochure met alle teksten. Daar staan precies alle bedragen wat betreft de Canon, maar ook van het bouwjaar van de cv-ketel. Maar voor mijn gevoel was het 2016. Goede plek ook voor de wasmachine. En daarnaast hebben we de badkamer. Ook hier een balkonnetje. Nou, deze heeft wel een beetje zijn langste tijd gehad. Maar de ruimte is op zich goed. Ik had het dan eigenlijk over de wastafelmeubel. Ik denk dat de douche op zich nog wel gaat. Kitranden wel even vervangen. Tussen de 2 slaapkamers zit nog een bergruimte. Ook dat is een grote kamer.
waar je veel spullen in kwijt kan. Daar ook nog een kast met bergruimte. Kortom, een enorm huis met vrij veel schilderwerk, stukwerk. Maar op het moment dat je dat gedaan hebt, dan zit je wel op een plek met heel veel ruimte. En natuurlijk een hele betaalbare prijs. Hè? We werken met een bieden vanaf prijs. Biedingen onder de vanaf prijs, daar gaan we absoluut niks mee doen met deze woning. Maar het is wel een manier om, om mogelijk aan deze woning te komen door een goed bod te doen. We werken trouwens met Eerlijk Bieden als een van de weinige makelaars in Den Haag. Ik zie dat heel veel makelaars werken met Move en dan kan je bod toesturen. Wij werken met een gesloten biedsysteem. Dat doen we via Eerlijk Bieden. Daar vindt u alle documenten. En via dat systeem kunt u een bod uitbrengen. Wij kunnen niet zien wie er geboden heeft, wat er geboden is. En op het moment dat ze de biedingen sluiten, krijgen zowel de verkoper als wij krijgen alle biedingen te zien. Maar wij hebben geen voorkennis, geen voorinformatie. En de woning gaat dus echt gegund worden aan degene met het hoogste bod, degene met het beste bod. Mocht u naar aanleiding daarvan of andere vragen hebben, bel gerust 070-448-3150. Mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van Diva Makelaars. Wilt u ook uw woning verkopen op een actieve manier? Een makelaar die op door de week bezichtigingen doet, die op zaterdag bezichtigingen doet. Ik heb het razend druk, dus op hele korte termijn zal het lastig zijn. Maar als u even een week of twee, drie kunt wachten, dan help ik u met alle plezier om uw woning te verkopen. Bedankt voor het kijken, wie weet, tot ziens.